Op 7 januari hield de gemeente Geemert-Bakel haar traditionele nieuwjaarsreceptie. Ieder jaar in een andere kern en dit jaar was de Mortel aan de beurt. In een gloednieuwe MFA, de Sprank, ontvingen burgemeester en wethouders de Geemert-Bakelse bevolking. Burgemeester keek in zijn nieuwjaarstoespraak terug naar het afgelopen jaar. De complete toespraak kunt u aan het eind van dit journaal zien. Bestuur, hartelijk welkom op een lenteachtige nieuwjaarsreceptie van de gemeente Geemert-Bakel. Vorig jaar nog in het parochiehuis in Bakel en nu in de multifunctionele accommodatie De Sprank, de nieuwe naam, in De Mortel. Een traditie lijkt te ontstaan. Elk nieuwjaar een receptie in een ander dorpshuis in één van onze 7 kernen. Officieel is deze MFA nog niet in gebruik genomen en dan nu al hier. Het kan niet mooier. Dat die gloednieuw is, dat heeft u vast al gezien met eigen ogen toen u binnenkwam. Als u hier enig optimisme hoort doorklinken, dan klopt dat. En dan niet optimisme tegen beter weten in, maar meer als een morele plicht. Om te voorkomen dat het klagerige karakter waar Nederlanders sterk in zijn, de overhand kan krijgen. Tevreden moppenkonter zijn wij, las ik pas. Want heel veel Nederlanders, ze klagen, maar ze zijn tegelijkertijd ook heel tevreden met hun samenleving, hun werk, hun gezondheid. Dat optimisme kan ons ook heel goed helpen bij de taken waarvoor wij staan. Vorig jaar is er het advies verschenen van de Commissie Veerkrachtig Bestuur in Brabant. Over de ontwikkelingen in de Peel alleen was alleen maar lof te horen. De voortvarende aanpak precies op het goede moment in een gebied dat van oudsher toch al een eenheid vormt. Krimp, en nu kom ik toch wat dichter bij huis weer, bij alle 7 kernen. Krimp is er in heel veel gemeenten. En ook hier kan ik toch weer positief zijn, want bij ons is daarvan geen sprake. De inwonertallen laten voor het 7e jaar op rij een grote groei zien. Was de groei over 2012 76 personen, over 2013 was deze... Ik hoop, en ik spreek de hoop ook uit, dat we er samen in 2014 weer een heel mooi jaar van maken. Een jaar dat in het teken staat van samen. Ik is tenslotte niks. En ook een jaar in het teken en als basis optimisme. Ten slotte wens ik u namens het gemeentebestuur een goed, gelukkig en gezond 2014. Dank u wel. Tijdens de receptie werd ook de aftrap verricht voor Bakel 1300, dat dit jaar gevierd gaat worden. We komen er dadelijk uitgebreid op terug. Anno 2014, vele feestelijkheden en de vermakelijkheden zullen gaan plaatsvinden in de nederzetting, al hier Bakel geheten.